Katja, koploper van de Eredivisie, al een tijdje. Hoe leuk is dat? Ja, superleuk. Ja, alleen maar genieten op dit moment. Ligt het in de verwachting, of lag het in de verwachting dat jullie bovenaan zouden staan? Ja, dat is altijd lastig om te zeggen. We hadden voor onszelf wel deze doelstelling uitgesproken, dat we gewoon mee wilden draaien bovenaan in de competitie. Dus ja, voor onszelf denk ik wel, maar misschien voor anderen niet. PSV, nog nooit landskampioen geworden. Zou het nou wel kunnen lukken, denk je? Ja, dat is lastig om nu al uit te spreken, maar daar gaan we natuurlijk wel voor. En het zou mooi zijn als dat gaat lukken. Wat is de kracht van dit PSV? Ik denk een goede mix binnen de selectie. Jonge meiden, maar ook ervaren meiden. En dat ja, echt een team is op het veld. Voorgaande jaren, jij topscorer van de Eredivisie. En nu weer 9 goals al in het netje. Ja, altijd lekker als spits zijnde. Ik wil het liefst 3 punten hebben op vrijdagavond. En als ik dan zelf score, is het alleen maar mooi meegenomen. Maar als ik niet score en we winnen alsnog, is dat ook genieten. PSV bij de vrouwen koploper, PSV bij de mannen koploper. Is dat toeval? Ik denk het niet. Ik denk dat binnen de vrouwen nu ook de ambitie is uitgesproken dat binnen de vrouwen Eredivisie we ook een topclub willen worden. En dat bij de mannen al jaren eigenlijk zo is. Maar het is PSV wat de klok slaat dus in het voetbal bij de heren en bij de dames. Ja, mooi toch? Ja, voor jou ook? Ja, zeker. Volgens mij kom je uit de regio Amsterdam, of niet? Ja, maar ik denk niet dat ik daar te veel op in moet gaan. Nee, nu ik voor PSV speel, ben je gewoon voor de club PSV. Ja, dat snap ik, maar jouw familie misschien, die kijken misschien met een schuin oog. Jawel, maar ook die kunnen nu genieten van de wedstrijden van PSV. Vrijdag PEC Zwolle. En dan volgens mij over 2 weken, hè, want er zit natuurlijk de interlandbreek voor de Oranje Leeuwinnen tussen. Ajax? Ja, zeker. Wordt er weer een mooie wedstrijd. Focus ligt nu gewoon op de eerstkomende wedstrijd. Maar ja, we weten dat de topper tegen Ajax ook weer een belangrijke wedstrijd gaat worden. Ja, ik kan me voorstellen. Eerst de PEC uit natuurlijk. Maar ja, die wedstrijd tegen Ajax. Hier straks de hertgang. Inmiddels al 800 kaarten verkocht. Hè. Dan kunnen er 2000 op uiteindelijk. Ja, dat gaat iets moois worden natuurlijk. Ja, dat zijn zeker een mooi aantal. Ik wist het nog niet, maar dat is mooi. Hopelijk natuurlijk dat het uiteindelijk gewoon volle bak hier op de hertgang is. En dat we dan ook weer de 3 punten gewoon hier kunnen houden.